EP is een Europese organisatie, gespecialiseerd in grootschalige, fijnmatige distributie van pakketjes van A naar B. In Nederland zijn we een zeer snel groeiende pakketvervoerder. In Nederland 9 vestigingen. En de belangrijkste vestiging zitten we nu in Veenendaal. Een vestiging die 3,5 jaar geleden is opgestart en die een extreem goede groei doormaakt. Eybert van der Bos van Drie, eindverantwoordelijk voor de vestiging hier in Veenendaal. Hij heeft iets bredere verantwoordelijkheid wat verder, richting Noordoost-Nederland. Het zijn niet alleen de pakketjes en de chauffeurs die het moeten doen, maar het zijn ook de mensen in de vestiging. En Eybert als area manager is eindverantwoordelijk daarvoor. De relatief nieuwe vestiging in Veenendaal, een vestiging, een parel binnen onze organisatie. We hebben hier zo'n 100 toeren, 100 chauffeurs die dagelijks voor ons pakketjes ophalen en uitleveren. Daarnaast hebben we de operatie, dus in de vestiging zelf, daar werken zo'n 300 mensen. Dagelijks halen 100 chauffeurs hier uit Veenendaal de pakketten op. Die gaan hier naar de vestiging en worden vanuit de vestiging verder Nederland ingedistribueerd of internationaal Europa in. We leveren van de 100% volumes die we dagelijks hebben, gaat 70% naar het buitenland. Dus met name kunnen we de toegevoegde waarde voor die pakketten leveren die vanuit Nederland Europa ingaan. De toegevoegde waarde is dat wij de ontvangers proactief kunnen informeren wanneer en op welk tijdstip de pakketten in ontvangst genomen kunnen worden. Het zijn emoties die we versturen in pakketjes. De pakketjes zijn niet alleen pakketjes. De ontvangers hebben daar een bepaalde verwachting bij. Belangrijk is dat we het verlengstuk zijn van die klant. Dus de chauffeur is de ambassadeur, niet alleen van ons, maar zeker van de klant.